En dat is wellicht ook niet zo gek. Op zijn zachtst gezegd, en zeker voor haar standaarden, heeft Linda een vreselijk jaar achter de rug met het wangedrag van haar, inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen bij V-Voice en de daaropvolgende breuk als dieptepunt. De kerststukjes staan er dit jaar daardoor een stuk anders bij. Geen kerstdiner met haar Jeroen en de kinderen bijvoorbeeld, voor wie hij een soort vaderfiguur was. De vrolijke kerstmuts die Linda normaal gesproken is, is ze dit jaar niet. Voor het eerst van mijn leven zie ik er meer tegenop dan tegen een wortelkanaalbehandeling, zegt Linda over de naderende feestdagen. De presentatrice is zich er heus wel van bewust dat je altijd zelf de slingers nog op kunt hangen in het leven. Ik weet het, maar de donkere dagen voor kerst en die twee feestdagen zelf duren vast eindeloos lang als ze je er continu pijnlijk aan herinneren hoe anders je leven een jaar geleden was, legt ze uit. Zo vreest ze bijvoorbeeld het aftelmoment naar 2023 en dat er dan geen partner is om uitgebreid te kussen. Ik denk dat ik mijn kinderen maar vraag om met hun vaste verkeringen een groepshak met me te doen op het moment suprem. Naast alle heisa met Jeroen, waarna Linda maandenlang van televisie verdwijnt, is er nog een ander pijnlijk puntje. Dat is haar nieuwste serie Five Live, waarvan de kijkcijfers hoopgevend beginnen, maar al snel instorten. In de video hieronder zie je meer over deze kijkcijfers.
We'll be right back.